laatste avond van de Veluwade. Wat betekent dat het alweer bijna op zijn einde is. Een moment waar menig vrijwilliger niet naar uitkijkt, Alies. Nee, absoluut niet. Qua stem, et cetera, denk ik wel. En misschien ook wel qua zere voeten. Maar verder zitten ze weer er nog zo enorm goed in. Nee, we zijn nog niet klaar. We zijn nog wel blij dat we nog een paar uur te gaan hebben, zeker. Oké, hier een handje van de allerbeste kant. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ja, we doen altijd traditiegetrouw even een terugblik op de afgelopen dagen. Wat waren de hoogtepunten? Misschien een minpuntje wel, dat zal ongetwijfeld ook geweest zijn. Maar dat kan jij beter vertellen. Nou ja, een minpuntje. Wat is het minpuntje? Ja, even denken hoor. Het was natuurlijk ontzettend warm. Vreselijk warm. En ja, dat kan een minpuntje zijn. We zeiden al van andere jaren hadden we met voetbal regen. Dat vonden we ook niet prettig. Ja, weet je, we zijn Nederlanders, dus we klagen altijd. Maar nee, de warmte was natuurlijk wel enorm. En met name voor de voetballers. Kijk, de vrijwilligers hoorden we er niet over. Hebben we natuurlijk toppers van Oranje gehad. Een heel ander concept. Was wel even wennen ook voor iedereen. Omdat ja, er zijn natuurlijk mensen die geven je een podium om hun liedje bekend te maken. Of een nieuwe single te promoten. Of dat ze gelijk in opkomst, hè, ze zijn in opkomst als artiest. Dus ze kunnen natuurlijk minder meezingen. Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Henk Disselook, die is nog hartstikke bekend. Alleen ja, hij deed liedjes, zijn nieuwste nummer. Die kende nog niet iedereen. Dus dat was wel even aftasten. En je merkt ook wel dat als dan de DJ weer draaide van Toppers van Oranje, dan had je wel weer dat hele feest gehaald in de tent. Terwijl je wel de toehoorders had, zeker. Ik heb ook eigenlijk geen wanklank erover gehoord. Maar dat was wel wat mij opviel op deze manier. Ja, absoluut. Ja, de hoogtepunten, ja zeker Tino Martin, dat vloog allemaal de tent in. Papa Di Grazie, lovende berichten erover, echt fantastisch. Echt waar hoor, dat zijn toppers, dat is echt uniek. En de vrijdagavond, de jeugdavond ook wel genoemd en ook eigenlijk de drukste avond altijd. Was dat dit jaar weer zo? Dat was zeker dit jaar weer zo, absoluut. We hebben niet de aantallen gisteren gehaald die we vorig jaar hebben gehaald. Dat was extreem, 2268 vorig jaar. Nou, we stonden te klapperen. Maar we zaten gisteren op 1800, waar we heel tevreden mee zijn. En ja, het was gewoon super, het was weer een feest. Zelf mocht ik gelukkig een keer één avond bar werken. Ik stond ook in de tent, heb ik mijn hele leven nog nooit gedaan. Ik sta altijd te werken buiten in de carousel. Mijn oren tuteden niet, dus het was niet echt alleen maar boeng, boeng, boeng muziek. Dus eigenlijk voor iedereen ook wat wils. Het draaide ontzettend goed, de Radio 538. De DJ's waren leuk, SFB, enorm leuke mensen. Hartstikke leuk hoe ze deden. Ze kwamen net geland uit Spanje voor een paar weken optreden. Ze landden om 6:30, zijn rechtdoor doorgereden. Waren best vermoeid toen ze aankwamen, maar daar merkte je op het podium niets meer van. En hoe is het onder de vrijwilligers geweest? Hebben zij ook weer een fantastische Veluwade gehad? Ja, volgens mij wel. Heel mooi voorbeeld is dat er een vrijwilliger die al jaren werkt naar me toe kwam. En dat was gisteren. Hij zegt, Alize, wat stralen we met z'n allen een rust uit? Wat hangt er een goede sfeer? Wat doet iedereen veel voor elkaar? Er is totaal geen wanklank. Het is gewoon één familie. Terwijl we elkaar helemaal niet kennen. Er zijn vrijwilligers die eigenlijk nooit normaal gesproken bij de voetbal aanwezig zijn. Die komen uit Putten, die komen uit Harderwijk, uit Ermelo, Nunspeet, noem maar op. Er is zelfs een meneer uit Apeldoorn die hier 4 avonden komt werken. Die slaapt gewoon bij een vrijwilliger in Hieden. Ik vind dat prachtige verhalen. En ook de leeftijden. Gewoon een jongen van 15 die in de bevoorrading loopt, tot een meneer van 78 die er nog loopt. Ik vind dat fantastisch. We zijn één familie en er is geen wanklank. We helpen elkaar, we hebben rust, er is geen stress.
ja, dat hebben we ook niet binnen de commissie. We voelen ook geen stress, we voelen geen druk. Iedereen heeft heel erg afgebakend zijn eigen taak. We staan als één team allemaal achter elkaar. En het is superleuk. Op naar volgend jaar. Zeker op naar volgend jaar, absoluut. Maar we gaan eerst nog vanavond knallen. Zijn jullie klaar voor? Geef haar een groot applaus, Samantha Steven!